Good morning, Pippi. Het is zondag vandaag. En wij zijn even rustig aan het wakker worden. Althans, Pip. Ik heb al ontbeten en ik ga zo eerst even mijn haar wassen, want er zit een masker in mijn haar. Wat er de hele nacht ingetrokken heeft. En daarna ga ik boodschappen doen. Ja. Lig je lekker, kereltje. Check het tongdetail hier. Zo lief. Je kan wel lief zijn, hè? Ik was vannacht weer lekker wakker. Ik heb heerlijk geslapen. Yeah. Het is inmiddels 12 uur. Ik heb even rustig aangedaan. Ik heb mijn zondag outfitje aangetrokken en ik ga zo boodschappen doen. Ik zal jullie even het jurkje laten zien wat ik nu aan heb. Het jurkje heeft echt een enorme knalkleur, maar dat vind ik af en toe wel eens leuk. Echt koraal oranje is die. Oranje roze. En hij is al vrij oud hoor. Hij is van de H&M, dus hij is ook al lang niet meer verkrijgbaar. Maar hij is zo in het weekend, als ik verder geen belangrijke zakelijke afspraken heb, gewoon super relaxed. Lekker luchtig. Doe ik zo meteen mijn slippertjes onder. En ik heb daar deze oorbelletjes bij. En de bijpassende armband. En het elastiek doe ik zo in, want het waait buiten en ik moet zo op de scooter, dus ik ga mijn haar zo meteen vast doen. Maar wat ik jullie eventjes wilde laten zien, is mijn haar na het masker wat ik vannacht de hele nacht in mijn haar gehad heb. En dat is, voor degenen die dat in een eerdere vlog nog niet gezien hebben, en dat kan heel goed, want mijn abonnementaantal schiet ineens de lucht in. Dus er zijn een heleboel mensen die pas net mijn vlogs kijken, superleuk. Dus bij deze... Ik heb vannacht Olaplex in mijn haar gehad. En dat is Olaplex nummer 3. Die kun je thuis doen. 1 en 2 doe je bij de kapper. Nummer 3 doe je dus thuis. En dat doe je in je haar als het handdoek droog is. En in principe zeggen ze laat het een uur intrekken. Maar ik merk dat maskers bij mij gewoon veel beter werken als ik het de hele nacht in laat trekken. Dat heb ik nu dus ook gedaan. En ja, ik voel het gelijk. Het is veel dikker, voelt het. Het voelt veel gezonder. Het pluist niet. Het is gewoon enorm voedend. Dus een absolute tip, want mijn haar heeft in de zomer gewoon nog even extra hulp nodig bij de verzorging. In verband met de droogte. Ik zal hieronder de video even een linkje plaatsen, zodat jullie niet hoeven te zoeken naar het product. Overigens niet gesponsord. Dus bij deze, zo ziet dat er dus uit. Dan ga ik het nu even in de staart doen. En dan ga ik op weg om boodschappen te doen. Zo, ik heb even een staart in gedaan. En ja, ik voel gewoon gelijk dat het haar veel dikker aanvoelt en veel... Ja, gezonder lijkt het wel. Dus ja, super blij mee. Echt een tip dit. Oké. Lekker koel hier. En lekker rustig. Zo, dan. Even voor de basics geweest. Zoals je ziet. In de tas vol. Op mijn huis. Ready. Bepakt en bezakt. Het tijd om lekker te lunchen. En ik heb aardbeidjes. Ik heb heel veel zin in. Hi, Pippi. Oh, ik ben ook zo lang weg geweest, hè? Ja. Oh, Pippi. Oh, Pippi. Wat heb ik hier? Ja. Wat heb ik hier? Allemaal. Ja. 1, 2. Oeh. Helemaal vol. En er zitten ook snackjes voor Pip in. Ja. Oh, wat heb ik allemaal gekocht dan? Een broodje voor mezelf. Ja. En allemaal groenten. Basics, zoals toast en toiletpapier. Dat halen we altijd lekker bij de Lidl, want we zijn geen dief van ons eigen portemonnee. Uiteraard. Oh ja, en dit is ook echt een fantastische tip. Dit is 500 milligram kokosolie. En die is verre, verre weg het goedkoopste bij de Lidl. Ik denk dat ze hem ook wel bij de Aldi hebben, maar dat weet ik niet zeker. Maar dit kost €2,99. Nou, dat krijg je nergens voor die prijs. En zoals jullie weten, gebruik ik dat niet alleen voor mijn haar, maar ook om dit te koken. Ja, ik doe er eigenlijk echt ontzettend veel mee. En het is mega gezond. Dus. En dan, even kijken. Kwarkjes. En wat ik echt niet kon laten liggen was dit. Super lekker. Ik
ga ze even lekker kwarkje maken. Met aardbeidjes. En ik heb ook... Even ineens een tip trouwens. Want die zijn ook het goedkoopst bij de Lidl. Even zoeken. Amandelen. Die doe ik er ook bij. Heerlijk. En deze chewy rolls voor Pip. Oh, Pippi. Kijk eens wat ik heb. Kijk eens wat ik hier heb. Is dat een snackie? Is dat een snackie voor Pip? Oh, yummy. Wil Pip een snackie? Oh, ja hè. Oh, Pip. Ik heb wel even de midden gebroken. Is een beetje lang voor jou. Dag. Ja, dat zijn ze hoor. Ik heb ze even lekker gewassen. Yummy. Nu even in kleine stukjes snijden. Ik heb net al even geproefd. Soms zijn ze heel smakeloos of zuur. Maar deze zijn echt heerlijk. Het is nog gezond ook. Ik heb zojuist de nieuwe vlog afgemaakt. Die is nu aan het exporteren. En Pip houdt mijn gezelschap. Pip, die ligt heerlijk te slapen op zijn handdoekje. Dan is dit ook gebeurd. En dan kan ik even lekker weekend vieren nog een paar uur. Goedemorgen, het is maandagochtend, begin van een nieuwe week. En ik begin de dag vandaag met het maken van een nieuwe outfitpost. Jullie zien het randje van dit superleuke jurkje al. Er zit een polka dot op. En ik ga jullie even goed laten zien. Dit is het jurkje. En het is een hele lieve sweetheart neckline met hangende pofmouwtjes. Zoals je ziet. En hij loopt ietsje uit, maar niet veel. Dus dat vind ik echt super leuk. Daaronder draag ik mijn witte espadrilles. Met mijn witte oorbellen. En mijn witte armband. Dus dat is vandaag de look of the day. Ik werk vandaag thuis. Dus dat is wel relax. Ik zal de link van dit jurkje trouwens eventjes hieronder in de beschrijving zetten. Want ik weet zeker dat ik hier weer veel vragen over ga krijgen. Hij is in ieder geval van ASOS. En hij is heel betaalbaar, dus super relaxed. Oké, het is inmiddels 7:30 en mijn werkdag zit er even op voorlopig. Ik heb dit eventjes uit de koelkast gehaald, want deze teennageltjes moeten eventjes gefatsoeneerd worden. Dus terwijl ik het 7:30 journaal aan het kijken ben, ga ik dat lekker daaruit doen. Vanaf de bank kan ik namelijk de tv zien. Let's do this. Ja, Pip. Je hebt een enorme hekel aan de geur van nagellak. Dus dit wil je niet besnuffelen. Dus even kijken hoor. Nagellak is eraf. Dan even de nageltjes bijwerken netjes. Nou, ik ga eerst even mijn oude nagellak eraf halen met deze Hema Nail Polish Remover. Die vind ik super fijn. Dan ga ik even mijn nagels bijknippen. Oké, nageltjes zijn weer netjes. Dus nu ga ik beginnen met lakken. Dan begin ik met deze verzorgende basislaag van de Douglas. Die zorgt ervoor dat je nagels verzorgd worden en dat ze niet geel worden van je nagellak. Lak nooit je nagels zonder basislak, want je krijgt echt op den duur gele nagels. Super lelijk. Dus, hier is deze. Zo, de verzorgende basislaag zit erop. Nou, even 5 minuten wachten tot die goed gedroogd is. Dan is het nu tijd voor een eerste laag kleur. En ik gebruik deze kleur van Essie. Ja, een beetje oud-roze-achtig. En hij heet... Want daar ga ik sowieso vragen over krijgen. Stitch by Stitch. En het is de gel lak. Dus hij is van de gel couture lijn van Essie. Ik zal het linkje hieronder in de beschrijving zetten. Laagje 1 zit erop. En nou weer even 5 minuten rustig wachten tot dit laagje gedroogd is. Oké, dan. Tijd voor laagje 2. Tweede laag zit er ook op. Weer 5 minuutjes wachten. Ja, ja.
En dan is het nu tijd voor de allerlaatste laag, de topcoat. En die is ook van de Essie Gel Couture Lijn. En die gaat er nu overheen. Klaar! Totally done. Wat vind jij ervan? Morning! Ik ga even een zomerjurkje uit de kast halen. Die ik vandaag gezellig aan ga trekken. Even kijken. Ik had al bedacht welke. Dat wordt deze. Yes. Want mijn ouders komen vandaag. En mijn vader is jarig. Dus. Ik moet hem wel eerst eventjes stomen. Want... hij is niet kreukvrij. Mijn ouders komen zo meteen. En we gaan eventjes iets in het huis doen. Althans op het balkon. Wat ik jullie zo laat zien. En mijn vader is jarig vandaag. En hij viert het zaterdag. Maar wij gaan wel heel eventjes lunchen. En we gaan dus wat doen in het huis. Dus ik moest een casual leuke outfit hebben. En het wordt dit jurkje. Eerst even stomen en dan laat ik jullie het resultaat zien. Zo, die is weer helemaal netjes. Check. Zo, ik ben omgekleed en gedoucht uiteraard. En ik heb de outfit voor vandaag aan en ik zal jullie die even laten zien. Ik heb net ook een foto gemaakt, dus ik heb de bijpassende tas ook even om mijn arm hangen. En ik ga het jullie nu laten zien. Dit is het jurkje aan. En hij zit echt super luchtig. Heel relaxed. En hij is super betaalbaar. Hij is gewoon van H&M. Nieuwe collectie. Dus ik zal het linkje eventjes hier onder in de beschrijving plaatsen als hij nog verkrijgbaar is. Daar draag ik mijn witte tas bij. Witte armband. En mijn witte schoenen. En tot slot mijn Swarovski steentjes. Dus dat is de semi-nette outfit voor vandaag. Kan ik toch wat dingetjes in het huis doen. En heb ik ook nog een leuke outfit aan om te lunchen. Mijn ouders stuurden net een appje dat ze onderweg zijn. Dus die zijn er waarschijnlijk over een half uur. En ik ben ook al eventjes naar de bakker geweest om iets lekkers te halen bij de koffie zo meteen. Voor mijn vaders verjaardag. Dus ga ik maar even met de koffie aan de slag. Pip die vraagt zich nu ernstig af of ik er vandoor ga. En als ik er vandoor ga, of ik er zonder of met hem vandoor ga. Maar... blijf lekker thuis, Pip. En ik ga nog niet vertellen wie er zo meteen komen. Anders dan sta je nu al helemaal piepend bij de deur. En dan moet je nog een half uur wachten. Nee, Pip. Maar hij weet al lang dat er wat gaat gebeuren, hoor. Ik moet wel alert hij is. Pippi. Weet je wie er is? Is dat... Geert? En Ineke? Ja! Ja! Zijn het Geert en Ineke? Ja! Ineke, waar is? Koffie gedronken en ik ben nu even mijn tas aan het pakken, want we gaan lunchen. En ik heb gereserveerd bij Amstel Boathouse. Ik ben er zelf nog nooit geweest en mijn ouders ook niet, dus ik ben heel benieuwd. Het is in ieder geval aan het water, dus dat is wel heel lekker met dit weer. En Pip gaat ook mee. Even mijn tas inpakken. Lip los. Zo. We zijn er. Amstel Boathouse. Kijk hoe leuk. Hier, jullie moeten drinken.
Dorst. Je hebt dorst. Ja, dat klopt. Ja, kan gebeuren, hè? Ja. Dat is een hele mooie serieus. Ja. Yummy, lunchtijd. Zo lief, hè? Nee, Pippi blijft.